Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remes. Haar naam is Bea. Hallo. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Pas op even alsjeblieft. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Nu gaan we even naar Antekonne toe om een croissant te gaan te kopen en een paar eclairjes. En dan gaan we ook hun reactie filmen van mijn haar. Nee, als we dat niet willen op film staan... Dan doen we dat niet, nee. Maar dan ga ik wel zeggen hoe een reactie was geweest. Ja. Allee. Dat moet wel altijd doen, hè, dat zeggen. Wat? Mijn sleutels, want ik heb die niet. Want ik moest die hier niet insteken en nu zitten we met een probleem. Dat we de sleutels niet vinden. Ja. En dan zijn we ze hier eens te goed is nog eens opruimen. Ja. Ja, maar dat verven, dat brengt rommel mee. Echt waar. Met mijn rood haar. Ja. Allee, tot ziens. Hallo mensen. We zijn dus naar Antekonne gegaan. En we gaan even een mondmasker afdoen. Hun reactie. Peter zat nog in de stockage room van de sandwiches. Peter kwam naar buiten. Dus... Wow. Zo'n reactie. Ja. Dus die had dat dus nooit of te nooit verwacht van mij. En Monica vond dat ook echt heel mooi gedaan, hè? Ja. Ja. Alleen de achterkant mocht wel meer kleur zijn. Dat is ook gezegd, ja. Maar voor de rest is alles heel goed geslaagd. Dus onze eerste mensen waar we hebben gewaarschuwd, waren echt heel content. En ook sowieso nog altijd Jurgen. En Jurgen was ook wel er heel content om. Ja. Maar nu gaan we even gauw ontbijten. En dan gaan we nog zien wat we nog gaan doen. Hoe? Ja. Maar je wou toch opruimen? Ja, gewoon de woongedeelte wat opruimen. Dat ik daar terug wat pressage heb. Dat ik zo rustig naar mijn zetel kan gaan. Ja. En dan zullen we nog wel zien wat we gaan doen. Wou jij vandaag koffie drinken of niet? Want dan maak ik cappuccino als je geen koffie wilt. Ik wil koffie drinken. Oké, met sandwiches. Ik dacht, je altijd choco met chocomelk. Dus sandwiches en dan chocomelk daarbij. Niet altijd. Ik drink ook eens heel graag eens met koffie. Ik eet dat eens heel graag met mijn koffie. Daarbij. Zo is het. Allee. We zijn terug aangekomen. We gaan nu eten. We zijn ergens aangekomen voor Tamara en Mano. Want die zijn hier heel dichtbij. Daar zijn we even naartoe gegaan. Gaan we die ook eens verrassen met mijn rood haar. Dus wij moeten naar Gent toe, schat. Ah, daar. Oké. Okay. Oei. Ik ga achter Bea lopen. Ze mogen mij nog niet zien. Moeten we hier nog? Oh fuck! Zeg dat je stopt! Kijk eens, Mano, naar Dimitri! Nee! Lijkt wel een clown! Echt, werkelijk waar! Oh nee! Je moet hier langs! Hey, mijn grote vriend! Oh nee! Ik heb dat moeten doen, maar je moet zijn achterkant eens zien! Oh nee! Ah jongen, oh ja, ja, je hebt een blok, ja! Mijn tweede. Hey, mama, we hebben een clown. Echt rood, ja. Ja. Echt rood. 2500 abonnees, hè? Laat uw achterkant eens aan Tamara zien. Ja, ik heb dat moeten doen. Ja, ik kan dat niet met mijn eigen, hè? En dan heeft Jurgen via Messenger dan ook nog ons geholpen. Oh ja.
Ja, het is je haar geholpen. Maar blijft die slagbomen openstaan? Ja. Ah, okay. Altijd? Ja, dat is op tijd. Op maandag geloof ik en vrijdag, weet je wel. Mensen, er is vandaag niet zoveel gevlogd geweest vandaag. Hoe komt het? Ik heb hier heel veel zitten op te ruimen. En ook zitten schoon te maken, noem maar op. Daarna zijn we ook even naar Nederland gegaan, naar Tamara en Manu. Daar heb ik jammer genoeg niet gefilmd, omwille van mijn batterij was weer bijna plat. Dus ik kon niet filmen. Ik moet toch eens een andere kabel zien te vinden voor mijn gsm te laten opladen. Dan hebben we ook nog naar Opgesloten gekeken van Stuk TV. Ik heb mijn schat. En dan was het tijd om afscheid te nemen van mijn schat. Want toen was het al 8:30 dat ik bij haar thuis ben aangekomen. En nu pak ik weer op iets en ik ben aan het vloggen. Ja, ik ben mijn handjes ook aan het ontsmetten. Kijk maar, voilà. Ik zal het ook nog eens voor beeld doen. Voilà. En ik zeg het u, deze tubeke, 7 euro langs de autostrade. Oha, hoe duur. Voilà, mijn handjes zijn weer al ontsmet, dat is goed. Maar deze gaat ook wel nu de vlog afsluiten. Jammer genoeg is het maar een hele kleine vlog geworden. Ik hoop dat mijn rood haar goed is aangekomen. Nu morgen gaan werken met deze haarkleur. Daar gaat ook tal van reacties losbarsten. Zijn er maar zeker van. Ik zal ook wel de reacties allemaal vernoemen hier in mijn vlog morgen. Hoe ze het hebben het onthaald in de maatwerkbedrijf Bewel. Ja, voor de rest heb ik niet veel te vertellen. Vergeet, de kijkuren zijn ook omhoog aan het gaan. Dus blijf zeker, maar ook echt zeker naar mijn vlogs kijken. Ook als ze zo kort zijn. Dus probeer het van de eerste seconde tot de laatste seconde uit te kijken. Want dat brengt mijn kijkuren op. Want dat heb ik nu nog nodig voor geld te kunnen verdienen via YouTube. En dan pas, dus ik zie het heel vaak op de Discord. De Discord link staat hier nog altijd in de beschrijving. Dus kom nog altijd maar gerust af naar Discord voor te chatten. En als je doneert, 15 euro minimum, dan krijg je ook tal van toegang. Ook op Discord kom dan ook van alles van ten eerste weten wat ik ook ga doen. Krijg dan ook voorrang op ticketverkoop op mijn vandagen. Dus dat ga ik ook proberen telkens een keer te regelen. Dat mijn donaties één dag eerder tickets kunnen kopen dan de gewone publiek. Op de vandagen. Krijgen jullie ook de preview te zien al van mijn vlog. Waar ik dus elke keer op de dag zelf aan het maken ben. Of als ik juist klaar ben met het in elkaar steken. Dan maak ik daar een screenshot van. En dat post ik ook op Discord. Maar dan in een privé channel. Dus als je wilt doneren, ga dan naar www.psychotv.be/donaties. Of gewoon naar www.psychotv.be en aan de zijkant staat daar ook iets van een donatieknop. Daar kun je dan ook op klikken en dan kun je ook doneren. Eenmalig 15 euro, dan krijg je redelijk wat toegang tot PsychoTV. Jawel, zeker doen. Voor de rest, dankjewel weer om een deel uit te maken van mijn leven. Ah ja, ik ga nog even nog over mijn merchandising spreken. Dat is omhoog van, als ik geld aan het verdienen ben via YouTube, ga ik daar een hele grote bedrag dan, als ik genoeg geld verdien met YouTube, ga ik daar een bedrag aan de kant zetten. En dan pas ga ik mijn eerste merchandising daarmee verkopen, ook met het donatiegeld. De donateurs die gaan dan ook een percentage goedkoper toegang krijgen tot mijn webshop. Voor ook spullen dan aan te kopen.
Dus tegelijk die 15 euro, die kun je ook integraal volledig ook terugverdienen via mijn webshop, die ook binnenkort dan beschikbaar gaat zijn. Maar daar ga ik ook weer al hulp voor nodig hebben. Dus wilt je een deel uitmaken van PsychoTV, laat het zeker in een e-mail achter, info@psychotv.be, wat je allemaal kan. Dat ga ik dan bekijken met de PsychoTV crew. Zo, dus dat betekent met Mano, Tamara, Simmerbuts en mijn schat. Als we dan een goedkeuring krijgen, dan gaan we weer al een stap verder. En dan krijg jij, kunnen we zien in welke functie dat wij jou te wijk kunnen stellen. Bij deze. Heel veel bedankt om een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan zeker niet te abonneren. Dus we zijn nu op weg richting de 10.000 abonnees. Daar ben ik wel echt al heel blij om. Want dat is een massa. 10.000 abonnees. Ik kan dat nooit inbeelden. Je ziet ook wel met mijn 2.500 abonnees dat ik mijn woord heb gehouden. Dat ik mijn haar heb gekleurd. Dus abonneer, 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 abonneer. Meer kan ik niet zeggen. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe video online komt. Tot morgen. Ciao.